Yo, ik ben Rick en welkom terug bij Kerbal Space Program. Dus de vorige keer, toen probeerden we een lander hier op deze moon te landen. Maar we zetten hier natuurlijk nog een startscherm, dus dat is hem niet helemaal. En het is ongeveer ook zo afgelopen, niet helemaal, wel een beetje. Wat er gebeurd is, uiteindelijk liggen wij nu op zijn kant. En vandaag gaan wij proberen dit ding, zeg maar, terug te vliegen naar deze planeet. Kerbin, waar wij oorspronkelijk vandaan komen, zeg maar. Dus zoals je ziet is dit onze man hier, zo Jebediah Kerbin. En wij gaan even een kijkje nemen om te zien hoe die eraan toe is. Nou, hij leeft nog, dus dat scheelt. Hoppadee. Ja. Dus dit wordt een beetje moeilijk om terug te vliegen. Ik heb ondertussen wel bedacht, zeg maar, waar. Of nou ja, bedacht. Ik denk dat ik weet waarom die zo raar is. Of dat hij niet ging landen. Hij was te lang, zeg maar. Eigenlijk hadden we, zeg maar, vier van die motoren, zeg maar, hier aan de zijkanten moeten doen. En daar de poten aan vast klikken. En dan was hij wat breder aan de basis geweest. En ik denk dat dat beter had gewerkt voor onze lander. Als we nou eens even de ingang zouden kunnen vinden. Grab. Oh, zit ook echt gewoon hier, board. Ja, dus eigenlijk voor me van. Ik denk dat hij een beetje. Dat hij te laag. Of tenminste, dat hij niet breed genoeg was hier zo beneden. Maar nou moeten we terug naar Kerbin. En dat gaat een probleempje worden, naar mijn idee. Want we liggen scheef. En we liggen überhaupt. Dus, ja. En we hebben niet zoveel brandstof meer. Ja, dat gaat er niet worden, jongens. Maar we kunnen het proberen, nietwaar? Oké. Dus als eerste moeten we proberen de lucht in te komen. En ik hoop op zich wel dat we dit gaan doen, dat we dit even doen. Want we hebben aardig wat science hier zo, 100 science, 120, 32 en 40. Wat ik erg graag zou willen hebben. We kunnen het niet verzenden, want we hebben geen transmitting dingen bij ons. Keep data, hoppata. Oké. Oh. Wat plofte daar? Oh. Nou, dat ging niet zo goed. Oh, nee, joh. Ja. Oké, dus eerst. Eerst ontplofte er een mystery goo. Toen een battery. Toen de rest er ook bij. Ja, oké. Nou, dan moeten we maar eens even wat anders gaan doen hier, hoor. Ja, waarschijnlijk wel. Doen we. Oké, dus we hebben te weinig science om iets anders te unlocken. Want hier zo deze rij wordt al 90. En hier zo nog 45. Maar we hebben 28, dus dat is een beetje jammer. Dus eigenlijk moeten we nu iets anders hebben waardoor we een hele hoop science kunnen krijgen. Iets anders. We kunnen weer gewoon terug naar de moon. Het opnieuw te proberen daar te landen. Ik heb daar eigenlijk voor gekozen om wat anders te doen. We gaan even langs Minmus. En met even bedoel ik dat we er gewoon even langs gaan. Dat is niet waar. Hij gaat een stukje slomer dan deze. Oké. Nou, ik heb geen idee hoe ik hoe ik daar moet komen. Zeg maar qua manier waarop ik erheen moet. Of wanneer ik een burn moet doen, zeg maar.
Dus dat is iets wat we uit moeten vogelen zodra we in orbit zijn. Maar dan moeten we eerst even in orbit komen, nietwaar? Dat lijkt me een heel strak plan. Dus ik heb een raketje gebouwd. En het is niet een klein raketje. Het is een aardig groot raketje. 6 boosters erop. Voor je weet me nooit. Hier zijn 3 van deze dingen. Dan heb ik hier 2 Mystery Goo capsules. Hier zo'n lab ding. En hier van die 4 van die transmitters. Met 4 batterijen erbij. Dus hopelijk als we daar dan vast komen te zitten, kunnen we alsnog wat science terugsturen naar Kerman. Bob Kerman, sure. Jij mag hier zo in. Ik heb geen idee. Wat is dit? Wat is dit? Oh ja, dit zijn de parts natuurlijk. Action groups. Stage, gears, lights, RCS. Geen idee. Oké. Okay. We gaan lanceren. Tum, 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 tum. Wat? Ik wou daarin. Auto's, nee. Welke was het nou? Moon Traveler. Zo. En ik denk dat we bij Mimus wel aardig wat science kunnen krijgen, nietwaar? Ja, toch? Vast wel, ongetwijfeld. ik heb nu maar 2 ook van die Mystery Goo dingen erop gezet. Want meer gaan we toch niet gebruiken. Dat past niet in de capsule die we hebben. We moeten echt even een grotere hebben. En grotere raketten, dat zou ook wel leuk zijn. Eens even kijken hoe laat het is. Oké, we gaan even fast forwarden zodat we een daglancering hebben. Zodat we een beetje kunnen zien wat we aan het doen zijn. Mm-hmm. Bijna. Ja, dat is goed genoeg zo. Niet waar? Ja toch. Ja joh. SCS aan. Motor op max. Kijk, volgens mij zit de staging wel prima. Ja. Oké, resources op. 3, 2, 1. Bam. Daar gaan wij dan. Hopelijk gaat het wat beter dan toen we naar de maan wouden. dat we nu wel genoeg brandstof hebben, zeg maar. Maar dat zullen we snel genoeg zien, denk ik. We gaan wel aardig snel, dus dat scheelt. Even wat gas afnemen, zodat we een beetje overhouden. Wat me wel opviel, is dat Minmus zeg maar een andere breedte ligt, zeg maar. En dat kan ik beter zo even uitleggen als we de kaart erbij hebben. Ja. En we gaan een beetje schuin, dus dat is ook niet echt chill. Maar we kunnen gaan sturen zodra deze boosters uitgewerkt zijn. Dus we moeten even op wachten, uiteraard. En we gaan draaien. Oh. Stop met draaien. Hoppatee. Ja, oké. Okay. Volgens mij is het deze kant op. Ah nee, het is toch die kant op. Of nee, wacht. Welke kant gaan we nou op? Ik heb geen idee. Oké, we gaan deze kant op. Dat vind ik een hele mooie. Nee. Het is oriëntatie. Dat is ook iets waar ik last van had toen we op de maan zaten. Oh. Of toen we wouden gaan landen eigenlijk. Oh, RCS, dat heb ik helemaal niet. Schnoen. Eigenlijk moeten we die kant op. Dus dat is deze kant. Nee, andere kant. Andere kant, andere kant, andere kant. En die kant op. Oh. Nou hoor. Het is goed genoeg dit. Draaien. We zitten in orbit.
Nou. Als we hem nou eens even op de 90 lijn houden. Oké. Gas afnemen. Ja. En terug die kant op, want we zijn nu niet zo efficiënt aan het burnen. Hoe zitten we qua zo? Wel aardig. Gas afnemen. Oh, we gaan te veel naar beneden. Vervelende launch dit. Iets niet zo geweldig. Niet draaien. Heel goed. En niet omvallen. Dankjewel. Ik heb echt RCS nodig. Normaal weer gewoon. Oké, stop maar met gas geven. Die. Oh, nee. X. Ja. Jongen, jongen, jongen. We gaan een beetje scheef, maar dat maakt niet uit, want we moeten... Hier, kijk, we moeten scheef. Zie je? Dat is wat ik bedoelde. Oké. Okay. We zitten in orbit. Een beetje fast forwarden. Oké, okay, goed genoeg. 41 seconden. Burn. Hoeveel brandstof hebben we nog? Oh, we hebben nog superveel. Chill, 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 chill. Want we hebben ook nog steeds erbovenop, dus... Het helemaal goed komen dit. Toch? Jawel. Hoop ik. Oké, okay, dan gaan we weer wat efficiënter doen. Als we hem hier zo doen. Ja hoor. Stop. En... Hier zo. Het wordt bijna geen brandstof meer. Oké, okay, X, staging, K en zo. Oké, okay, is goed. Dit debris hier zo, wat we achter ons laten, valt gewoon weer terug naar de aarde. Kerben bedoel ik. Oké, okay, nou hebben we dit slappe motortje, dus moeten we zorgen dat we wel... een orbit hebben. Niet waar? Ja, toch niet dan? Oké okay, dan. Wat de heck. Oké. Okay. Dit is nogal oké. Okay. Begon niet zo geweldig, want we zaten een beetje aan het klooien. Maar we hebben wel een orbit, dus dat, dat maakt het weer helemaal goed, niet waar? Stop. Daar, hou hem daar. Heel goed. Oké. Okay. Dus we zijn wat meer naar de Apple Webs toegegaan om ervoor te zorgen dat, dat er echt ook een beetje in orbit zou komen. En... Ja hoor, we hebben een hele mooie orbit. Zo. Daar zijn we dan. Nu wat? Dat is een hele goede vraag. Oké, dus set is target. We zitten geloof ik aardig wat af, ja, dat klopt. Oké, dus welke kant gaan wij eigenlijk op? Volgens mij gaan wij... Ja, wij gaan zo. Dus, dan zetten we hier nou even een manoeuvre. Dan gaan we die kant op. Ho! Dan gaan we hier Kerbin Escape. Dat is een beetje overdreven. Dat hoeft van mij dan ook weer niet. Oké, dus dat is hem niet. Nou, dat wordt dus voor mij even heel veel uitvogelen om te kijken waar ik dus wel moet burnen. Kijk eens aan. Het is me gelukt. Ik ben echt 10 minuten bezig geweest.
Maar hier zo hebben wij een Mimus encounter in 5 dagen 0 uur 17 minuten. Als wij hier zo gaan burnen. Dus op zich, het valt mee. Je moet ongeveer zo'n stukje ervoor moet je een manier voor gaan doen. Dus dat is iets wat wij gaan doen. We gaan onszelf draaien, zodat wij in de goede richting zitten. En nu is dat nog zeg maar de richting waarin we niet gaan. Dus dan zouden we nu gaan burnen, dan zouden we terug naar Curban vallen. Maar we gaan ook nog niet nu burnen. Dus ja, dat is een dingetje. We moeten 17 minuten wachten totdat we er zijn. En we moeten bijna 2 minuten lang burnen. Dus als we op een minuut of zo zitten, dan ga ik beginnen. Maar ga eerst fast forwarden natuurlijk. Zodat we niet die 17 minuten echt hoeven te wachten. Dat is op zich wel chill. Dan zouden we echt 5 dagen moeten wachten totdat we daar zijn. En daar heb ik niet zo zin in. Ja, met die gekke space programs, dat ze allemaal zo lang duren. Stop. Oké, we gaan nog even terug op de target. Helemaal mooi. En burnen. Oké, dus het was ongeveer wel zo lang als dat hij voorspeld had. Nou, dan maar even zorgen dat we het gaan halen. Vast wel, toch? Vast wel. Ja. Komt goed. Ik denk wel dat we genoeg brandstof hebben. We verspillen het niet zo snel namelijk. Verspillen. We verbruiken het niet zo snel. Laten we het daarop houden. Ja. Brandstof... ecologisch gebruikigheid of zo. Oh, wat ben ik aan het zeggen, jongens? Oké. Hoeveel zijn we? We komen in de buurt. Niet echt, maar goed. Yo, 68 miljoen meter. Dat is ver weg, mensen. Dat is ver weg. En dat zou je niet voor kunnen stellen, zo ver weg is het. Oké, even terug op target helemaal. Dat is efficiënter. Oh, ja. Oké. 10 plus 20 seconden. Dat betekent al dat we 20 minuten... bezig zijn, zeg maar. 20 minuten op het punt voorbij. 20 seconden op het punt voorbij zijn. En ik weet niet, maar volgens mij had die daar moeten zitten ondertussen. Ja, het gaat altijd sneller op het laatst natuurlijk, maar. Gaat het zo snel dan? Ja, inderdaad, hoor, yo. Oké, bijna. Even zorgen dat ik... wat hebben we nou? Mimus encounter. Periapsis. Vet groot. Oké. Ik vind het helemaal mooi. Klaar. Mimus encounter. Oké. Ja, we hebben een hele mooie. Moon encounter. Oh, we hebben ook nog een moon encounter. Wat? Ga weg. Oh, we gaan ook nog even langs de maan, jongens. Doen we even. Of komt die pas... Oh, nee. We hebben eerst dit. Dus eerst hebben we Mimus encounter. En als we dan niks doen, dan gaan we door. En dan hebben we Moon encounter. Want die is dan ondertussen helemaal hier zo. Daar heb ik niet zoveel zin in. Want we gaan naar Mimus. Oké. Als je heel goed kijkt, zie je hier zo, zie je Curban zitten. En daarnaast hier zo, dat is de Moon. Dus we zijn al ver weg, nietwaar? En daar zo, dat is Mimus. Dat is ons doel. Op een moment zijn wij 4 uur vandaan een Mimus escape. Dus daar moeten we even wat aan doen, nietwaar? Dacht het ook. We gaan even een orbitje maken. En als het zou kunnen, dan... Als het goed is. Ja, kijk eens aan. Een mooi rondje. En niks.
Dus hoe ver zitten we nou daar vandaan? 91.000 meter. Oeh, dat is wel een hele mooie. Dat is wel een hele mooie. En nog half het fuel tank over, joh. Pff, nice. Oké. Okay. Dus dan gaan we even fast forwarden, zodat we straks voor de maan zitten. We gaan 10 meter per seconde. Dat is echt, echt heel sloom. Oké. Niet zo snel. Oké. Gaan we nu even een kijkje nemen naar Minmus. Hoe ziet het eruit? Hoe ziet het eruit? Oh, het ziet er best wel vet uit. Oké, we gaan extend. Extend. Ik weet niet waarom ik er 4 mee heb, maar goed. Het leek me wel leuk. Op zich. En extend. Goh, oké. Okay. Wat kunnen we doen? We kunnen een crew report doen. Maar dat wil ik eigenlijk allemaal doen zodra we zo dicht mogelijk bij Minmus zijn. Dus dat is nog even... Even weg. Dat is 26 minuten. Oh, yo. Nu niet meer. Echt, echt heel handig dit warpen. Yeah, oké. Okay. 6, 5, 4, 3, 2, stop. 36 seconden, ik vind het helemaal mooi. Oké, okay. Deze, observe. Die, ik wil die. Keep data. Keep data. Ik wil een crew report. 20, sure. En ik wil een EVA report. Keep data. En board. Oké. Okay. Nou, dat was alle data ongeveer. Oké. Okay. Kunnen we er nog wel zo eentje doen? Nah. We doen het wel niet. Voor jullie. Dat vind ik een hele mooie. Even kijken. Review reports. Review stored data. 32. Oh, we gaan alles even verzenden. Hoppatee. Hoeveel energie kostte dat? Dat valt helemaal mee. Oké, okay, nou moeten we even de andere data's op gaan halen. Let go. Nu wil ik die. En... Ho. Oh. Oh, we zitten echt wel zwaar vervelend. Zwaar vervelend bedoel ik hoe we zitten qua stand van de zon, zeg maar. Collect data, remove data. Collect data, remove data. Wow, wat is dit? Waarom is dat roze? Minmus Traveler. Ah ja. Ja, maar het is nu onbestuurbaar, dus... want wij zijn er niet in, zeg maar. Dus daarom is het roze. Op zich wel een leuk effect. Op zich wel over nagedacht. Oké. Grab. Ho! Geef me mijn jetpack terug. Niet te ver vandaan. Oké, dankjewel. Ik ga het ding zo even draaien, zodat we een beetje leuk kunnen kijken. Grab. Stetje. Oh. We zouden ladders moeten vrijspelen, zodat we ladders over dit hele ding heen kunnen doen, zeg maar. Oh. Oh. Waar is de capsule? Oh, daar. Dus hier zijn we helemaal. Oké. Okay. En omhoog. En grab. Nee! Och, je zou toch zeggen dat je hier een keer goed in moet worden? ik had hem even moeten draaien zodat we op de zon lagen. Zodat ik beter had kunnen zien wat we aan het doen waren. Kan ik niet gewoon in één keer board doen ofzo? Grab. Ik had hem bijna.
Oké, we gaan er stil bij hangen nu. Oh. Oké. Komt ie. Nee! Wow. Oké, wacht even hoor. Kijk eens aan, ik werd een beetje gek van, dus ik dacht, oké, laat het maar even doen. Niet waar? Oké, dan. Review store data. Oké, keep data, oké. Wacht even hoor. Mystery Goo. Material study. Keep data. Wachten. Hadden we nou een EVA report wel? Wat een EVA report volgens mij. Oh ja, dat hebben we al. Board. Oké. Nou, die hebben we ook niet meer nodig. Hoppatee. Tracked. Want ik ga namelijk niet data versturen die... hoe heet het? Waarvan we dan niet zoveel terugkrijgen. SES uit. En dan gaan we even zorgen dat we een leuk beeldje hebben van waar we naar aan het kijken zijn. Oh. Hoppatee. Deed ik nou nog wat? Ik deed wat, geloof ik. SES aan. Hoppa. Ah. We moeten wel even genieten van dit moment natuurlijk, jongens. Oké, we hebben ervan genoten. Nou moeten we nog even terug naar Kerbin. Ja, daar zijn we nu te laat mee, denk ik. Add maneuver. Minmus escape. Jemig, waar gaan we helemaal heen dan? Oké, dus die gaat het niet worden. Als we hem nou hier doen. Dit Kerbin, ja. Kijk eens aan. Kerbin Periapsis, Kerbin Escape. Nou, dat hoeft ook weer niet. Sure. We doen het wel gewoon zo en dan 4 meter per seconde, dat is echt gewoon niks. Dus 7 dagen moeten we erop wachten. Wauw. Dat is een beetje zielig. Weet je, we hebben ook nog niet zo'n Mystery Goo gedaan terwijl we gewoon in de ruimte zaten. Gewoon nergens in de buurt. Dus dat moeten we misschien ook maar eens doen. Ja, oké. Fast forwarden. Oké, we zijn dus 18 seconden vandaan van onze burn waarin we 4 meter per seconde of gaan versnellen of gaan verlangzamen of zo. Is dat een woord verlangzamen? Ik weet het niet. Maar goed. Burn 3, 2, 1. Nou, dat was hem alweer. dus wat we gaan doen is we hebben hier zo'n minmus escape. En dan komen we weer in de gravity, oftewel de zwaartekracht van onze eigen planeet, Kerbin. En dan kunnen we die zeg maar weer veranderen om goed terecht te komen. Dus dat gaan we even doen. Kijk eens aan, we zijn in Kerbin Orbit. Wel een hele grote, 53 miljoen meter bij 44 miljoen meter, bijna 45. En we gaan echt gewoon 14.000 meter per seconde. Oké, wat we eigenlijk even moeten doen is zorgen dat we van Minmus vandaan komen. Nou, dat is goed genoeg. Dan gaan we even deze richting in burnen. En dan gaan we onze orbit kleiner maken. Wacht, ik wou kleiner. Waarom wordt hij nou groter?
Periapsis, Apoapsis. Zit ik nou niet in de goede te burnen? Nee! Oh! Dat was niet zo slim. Oh, wacht, hè? Nee, ik zat wel in de goede. Wat gebeurt er dan als ik deze doe? Oh, we gaan verlangen. Oké. Okay. Is goed. Is goed. Is prima. Is leuk. Is geweldig. Oké. Okay. Wow! Oh, we hadden moon en kouter. Nee, ik wil niet naar de maan. Oh, we krijgen opeens heel random motorgeluiden. Tuurlijk. 3 miljoen meter, 2 miljoen meter. 1 miljoen meter. Hoeveel zitten we vandaan? Het zou leuk zijn als we gewoon in één keer... Oh, X. Als we nou eens even naar die toe gaan, Kerbin. Als we in één... Oh, yo. Zitten we in een scheve orbit, joh. maakt niet uit. Periapsis. Als we in één keer gewoon... er langs kunnen komen. Oké. Okay. En... Oh, nou draaien we eromheen. Oké. Okay. Nou, dan moeten we dus zo nog even wat gaan burnen. Maakt niet uit. Jongens, kijk eens waar wij zijn. We zijn bij Kerbin. We gaan alleen wel super snel, dus we gaan even afremmen. Ja, want we hebben een hele grote orbit. Die ook wel heel snel weer kleiner wordt, maar goed. we hebben echt gewoon ook nog een hele hoop brandstof over. Dus dat is zeker niet een slecht ding. Oh, ja. Oké, okay. Vroeg me af, huh? 3 uur, 2 uur totdat we bij van een paar apps zijn. Dat klopt of niet? Nee, dat klopt wel. Het klopt wel. Oh. Het is toch wel heel anders, want we begonnen zo. Zeg maar, net zoals deze Space Station. Wat eigenlijk helemaal geen Space Station is, maar goed. En dan komen we zo terug, maar goed. Het is cool. Het ken gewoon. Niet waar? Jawel, het ken gewoon. Oh. Tot niet zoveel brandstof meer. Hopelijk halen we het wel. Jawel. Hoef alleen maar neer te storten. periapsis. En zodra we zeg maar in de atmosfeer komen. Ja, hier ots vlot. Oh. Kijk. Ja hoor, we gaan landen. En hoppatee. We gaan ook echt gewoon heel snel, maar goed. Dat maakt niet uit. Dan branden we even onze brandstof op. Dan gaan we hem landen. Of nou ja, dat doe ik dan wel zelf. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Dan zie ik jullie de volgende keer weer bij Kerbal Space Program. Later.